De Nationale Volksmuziekschool heeft het klaargespeeld om na een woelige periode van crisis door het wegvallen van de subsidie door de overheid met volle kracht vooruit te gaan. Dat vertelt Marisa Pieplenbos vandaag in het actualiteitenprogramma Panorama. Een van de negatieve ontwikkelingen tijdens de woelige periode was de afname van het aantal cursisten. Inmiddels gaat het beter met het aantal aanmeldingen op deze school, zegt Pieplenbos. Dus we hebben het met z'n allen overleefd, want zo zie ik het wel. En het geeft een goed gevoel, want wat gebeurde er toen we gingen verhuizen, waren er natuurlijk nog meer leerlingen. Er was een daling in het leerlingenaantal. En er gingen nog meer leerlingen niet mee, om allerlei redenen. Ja. Docenten die ook stopten. Want jullie gingen van noord naar zuid. Ja, we gingen naar de andere kant van de stad. Maar het geluk is dat de kant van de stad waar we voor gekozen hebben en de buurt waarin we zitten, één, makkelijk bereikbaar is voor mensen die daar in de buurt wonen. En het is een hele kinderrijke omgeving. Mm-hmm. Er is meer parkeerplaats, het is rustiger. Want we zaten echt midden in die drukke stad bij een stoplicht. Dus dat geluidsoverlast. Nu zitten we bij het vliegveld. Dus iedereen zegt, nee. Dus morgens hoor je een halve minuut een vliegtuig opstijgen en je hoort daarna niets meer. Mm-hmm. En de lessen worden ook 's morgens verzorgd? Er zijn een paar lessen die 's morgens verzorgd worden, maar niet meer aan volwassenen die dan tijd hebben, maar aan kinderen niet. 'S middags hebben we heel af en toe een helikopter die oefent, maar dat is ook niet elke dag. Dus het is heel rustig daar. Het is een hele andere sfeer. Pieplenbos is dankbaar dat het Surinaams bedrijfsleven ook een bijdrage heeft geleverd aan de herstart van de Nationale Volksmuziekschool. We hebben binnen het bestuur mensen die hebben gezegd, we gaan die richting op, we gaan kijken wat zij voor ons kunnen doen. We hebben een leerlingenfonds, hebben we altijd al gehad. Vroeger betaalden we alleen maar de lessen van leerlingen die het niet konden betalen of waarvan wij vonden, je hebt talent, dus kom. Uh-huh. En nu hebben we binnen het leerlingenfonds, zorgen we dat er voldoende geld is, zodat we het lesgeld niet hoeven te verhogen, zodat de mensen die daar les hebben en kinderen brengen of zelf les komen volgen, niet hoeven te zeggen van ik kan het niet meer betalen, dus ik stop ermee. Want dat is gebeurd en er is nu een soort balans, een soort rust. Mm-hmm. Die mensen die er nu zijn, die blijven. En er komen een heleboel mensen bij. Men weet ons nu te vinden, dat heeft even geduurd, 2-3 maanden. En toen kwam die actie. We zijn vaak in de publiciteit omdat we, behalve lesgeven, leuke projecten doen altijd. Directeur Marisa Pieplenbos van de Nationale Volksmuziekschool, die vanavond de gast is in het actualiteitenprogramma Panorama.